Kitty die vraagt of ik khsupport.nl zou willen reviewen. Nou, ik ben de broedste niet, dus dat ga ik even doen. En dan ga ik kopiëren en plak ik hem even in een nieuwe browser. En wat we hier zien is dat jij het allerbelangrijkste deel van je website niet gebruikt. Dus dit gedeelte. Wat ik ook zie is hier links dat je iets met interim management en mediation doet. Doen wij goed met waarde toevoegen voor anderen en voor jezelf. Leuke quote. Hier zie je een stukje tekst, wat één grote lap met tekst is. En allemaal wat bulletjes, wat allemaal dicht op elkaar staat. Zo, ik zie dat ik hier ook nog kan scrollen. Dus dan scroll ik. Dus dat zie ik hier. Dus je hebt hier zo'n onderding, zo'n ondervoeter, hoe ze het maar moeten noemen, waardoor je tekst verdwijnt. Dat is natuurlijk zonde, dus dat zou ik ook slopen. Want het is voor mij, ik had net het idee dat dit de website was. En dat ik niet nog kon scrollen. Dus hier ook. Dus je website zelf. Je moet echt gebruik maken van deze ruimte. Dit is ook loze ruimte. Dus dat gewoon één quote en een logo. En het is gewoon een hele belangrijke ruimte. En nu wordt er eigenlijk geen gebruik van gemaakt. Dus dat. Echt opnieuw inrichten. Eén ding. Bel of mail. Klik ik even op. Ik zie contact in de URL met een K. En hier met een C. Dat moet je ook even fixen. Algemene voorwaarden, dat boeit niemand, dus dat zou ik zeker niet bij contact doen. Deze pagina, je moet goed begrijpen dat deze pagina is je conversiepagina, is waarschijnlijk je enige pagina waar mensen daadwerkelijk iets bij kunnen kopen. Daar moet je dus geen algemene voorwaarden, dat zet je ergens in de footer of dat verberg je iemand, want het boeit niemand wat je algemene voorwaarden zijn. Dus dat is mijn eerste feedback en ik hoop dat je er wat aan hebt, Kitty. Heel veel succes.